Daniel, hier weer Leo van de Blijvertjes. En hoe vinden jullie mijn nieuwe kapsel? Hé. Hey. Ik ben helemaal kort tot over de oortjes. Ah, was wel nodig hoor, was wel nodig. De corona had ook bij mij aardig toegeslagen. Ik had het tot hier ongeveer, zeg maar. En nog eventjes en ik had er een staartje in kunnen maken. Maar ja, daar ben ik intussen al te oud voor, toch? Vleggies, dat moet je als volwassen man niet meer willen. Dus vandaag eindelijk naar de kapper. Moest wel een week van tevoren al reserveren, hoor. Maar het zat echt niet meer. Het was verschrikkelijk. Het was een pluizenbol. Het was een ragebol. Het was nog erger dan zo'n ding wat de schoorsteenveger gebruikt, zeg maar. Nou, dat had ik al op mijn kop. Blij dat het weer over is. En ja, voorlopig kan ik weer even tegen. Maar dan ga je naar de kapper en dan denk je van, toch anders dan de vorige keer. Want de vorige keer gewoon normaal zitten op een stoel, niks in de hand. Maar nu ik moest een maskertje op. Nou, je wordt er helemaal gek van, joh. Er komt zo'n haartje, komt er je mag niet niezen natuurlijk, want als je niest, dan denkt de kapper van ja, hij heeft wat onder de leden. Dus huppa, de zaak uit. Dus ik zit me eigenlijk de hele tijd in te houden. En dan, hè, zo'n kapje en een bril. Nou, joh, je zet het kapje op en je bril beslaat gelijk, joh. Dus dan zegt die kapper, zegt, en zit het een beetje? Ik kon helemaal niks zien. Het is gewoon hartstikke beslagen. Ja, en wel noodzakelijk. Ik vind het wel goed hoor dat ze dat doen. Ik vind het wel goed. Maar ja, als je de hele dag met zo'n kapje moet staan werken, zeg je, joh, heb ik er maar heel even op gehad. Alleen tijdens de knipbeurt. En ik vond het dan al ellende. Knap hoor. Ik vind het echt knap. Nou ja. Maar veiligheid boven alles. Zeker voor het onzekere. En ja, je hoort wel eens wat. En ik wil niet zeggen dat het in mijn directe omgeving zo veel voorgekomen is. Sterker nog, eigenlijk helemaal niet. Maar je hoort wel eens via dat iemand hartstikke ziek is geworden. En corona heeft gehad. En misschien was overleden. En dan denk je van ja, weet je, je moet niet spelen met het noodlot. Dus wat heb ik uiteindelijk gedaan? Ik heb gewoon ook Claudia hier achter mij, heb ik ook een kapje gegeven. En ik kan wel zeggen van ja, wat een onzin. Is etalagepop. Ik weet het niet. Ze weten nog heel veel dingen niet van corona. Je kan het nou ook krijgen van mens op mens. Hè, was bekend. Waarschijnlijk ooit vanaf de vleermuis. Mensen hebben het aan nertsen overgegeven. En nertsen weer op katten. En katten weer op nertsen. En nertsen weer op mensen. Dus waarom zou het niet kunnen dat het op een etalagepop overslaat? Ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. Dus ik dacht, weet je wat? Ik doe haar ook een kapje om. Ze staat de hele tijd hier niks te doen. Voor hetzelfde geld. Als ik er even niet ben, is ze me gesmeerd. En dan gaat ze naar de vriend en weet ik van wat ze oploopt. Kom ik weer terug, staat ze hier weer mij op de zolderkamer. Ja, krijg ik ook corona. Echt niet. Dus voor de veiligheid. Gewoon voor de veiligheid. Een mens gaat rare dingen in zijn hoofd halen in deze tijd. Gewoon rare dingen in zijn hoofd halen. Toch? Maar ja. En wat heb ik daar de afgelopen tijd al meer gedaan? Nou ja, als je zo kijkt, dan kan je wel zien dat mijn domeinen, de zolderkamer, nou, het is wat ze oud-Hollands of slecht-Hollands of weet ik veel hoe je dat Hollands noemt, zeggen. Het is gewoon een kalerenbende. En weet je hoe dat nou komt? Dat komt omdat ik aan het opruimen geslagen ben. En als je aan het opruimen slaagt, kijk, dan haal je alles tevoorschijn en het wordt alleen maar een grotere bende. Ik ben namelijk al een tijdje bezig om mijn spulletjes op te ruimen. Ik koop geen spulletjes meer bij. Ik verzamel niet meer fanatiek. Dat heb ik gehad. Maar in de loop der jaren heb ik best wel wat spulletjes in huis gehaald. Dat je denkt van, wat moet ik ermee? En weet je interesses veranderen ook. Je wordt ouder en dingen worden minder belangrijk. Dus ik dacht, nou, ik ga de grote schoonmaak houden. Maar ja, zoals je wel weet en gezien hebt op mijn filmpjes, ik heb hier heel wat modelautootjes staan, heel wat treintjes, heel wat stripboeken, heel wat dingen waar ik een herinnering aan heb. En die kan ik er niet loslaten. Is best lastig hoor, weggooien is best lastig. Maar je moet er eens beginnen. Dus wat doe je dan? Ik heb me voorgenomen, ook al een poosje. Ik zou het niet zeggen hoor, maar ik ben aardig op weg. Alles wat geen waarde heeft, alles wat gewoon rotzooi is, wat geen herinnering heeft, weg ermee. Nou, daar ben ik al aardig mee opgeschoten. Dus wat je hier allemaal nog ziet, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die voor mij waarde hebben. Maar dan wordt het wel moeilijk, want als de echte rotzooi weg is en je houdt de dingen van waarde over, wat moet je dan nog weggooien? Waar haal je ruimte vandaan? Sowieso, hè, ga je alles efficiënter neerzetten, want laten we wel wezen, kijk, als je het mooi in de verdieningkast wil hebben staan, dan staat het netjes naast elkaar en dan neemt het minder ruimte in. Ja, dat denk je. Want neem nou al die autootjes, hè.
Die staan bij mij voor een deel in de vitrinekast. Maar bij de meeste autootjes, daar staat ook een doosje omheen. Dus als je het autootje uit het doosje haalt en je stopt het autootje mooi in de vitrinekast, dan heb je dan altijd een doosje. Dus je hebt eigenlijk twee keer zoveel. En waar laat je dat doosje? Ja, dat zet je dan weer in een andere kast neer. En dat schiet niet op, hè. Dan kan je beter het autootje in het doosje laten zitten. Dan neemt het niet zoveel ruimte in. Maar ja, dat is weer niet zo leuk om naar te kijken natuurlijk. En het oog wel ook wat. Ik bedoel, ja, het is toch een beetje een schilderij en een muur. Dat is een beetje de lol, toch? Van het verzamelen. Nou ja, verzamelen. Ik koop er niks bij, hoor. Dat is het ook helemaal niet. Maar zomaar wegdoen, nou, vind ik ook zonde. Maar behalve autootjes heb ik natuurlijk ook treintjes. Nou, niet alleen treintjes natuurlijk. Maar ook huisjes en alles wat er maar bij een treinbaan hoort. En hoe ben ik daar nou aan gekomen? Nou, weet je, als kind, hè. Als kind wilde ik eigenlijk altijd graag een treinbaan hebben. Maar ja, dat is 50 jaar geleden. En toen was dat spul al hartstikke duur. En ja, ik kreeg een Märklin treinbaan. Maar ik vond het eigenlijk helemaal niet mooi. Maar als dat je beginsetje is, hè, als dat is wat je als kind hebt gekregen. Ja, dan ga je daarmee verder. Mijn vriendjes hadden Fleischmann, dat vond ik veel mooier. Dat is veel realistischer, vond ik toen, hè, Märklin. Dat had zo'n lelijk metalen dijkje. Als je die rails aan elkaar gelegd had en je keek er langs, dan keek je gewoon tussen het dijkje door. Nou, dat is natuurlijk niet echt, dat is natuurlijk niet mooi. Dus ik wilde eigenlijk iets anders. Maar ja, ik had al die beginset ooit voor een verjaardag gekregen. Dan wordt het niks. Als kind heb je ook geen centjes natuurlijk. Maar een aantal jaar geleden dacht ik van jeetje, er is wel heel veel marktplaats te kopen. En toen ben ik wat treintjes gaan kopen. Want ja, mensen die het toen leuk vonden, die zijn het dus ook hoogbejaard. En die hebben al die dingen weggedaan. Of ze gingen van analoog naar digitaal. En ging al het analoge spul, dat ging goedkoop op marktplaats. Nou, toen heb ik heel wat gekocht. En het, ja, voor een groot deel staat het in de vitrinekast. Ik heb ook heel veel rails. Maar ja, dan krijg je het weer. Waar laat je het? Want als je dit wil uitleggen, je wil een baan maken, dan moet je toch weer gaan opruimen. Maar goed, in de vitrinekast vind ik het naast mijn autootjes ook heel mooi om een mooi beeld te hebben van de treinen die je zo goed kent van vroeger. He, van de hondenkop. Ja, prachtig, prachtig mooi ding. Prachtig mooi ding. Hoe vaak ben ik daar niet bij naar school geweest, naar mijn werk geweest? Hartstikke mooi. Maar goed, wat ik al zei, ooit voor mijn verjaardag, als kind, was er in de jaren 60, we woonden in Amsterdam. Een startsetje van Märklin gehad. Märklin met een stoomlocomotiefje. En ja, een ovaaltje. Je kon alleen maar rondjes rijden. En niks aan dus. En toen kwamen we naar Purmerend. En daar hadden we een wat groter huis. En toen, ja, op zolder een treinbaan maken. En nou, ik geloof dat mijn vader voor een godsvermogen aan hout gekocht heeft. En met spaanplaat een treintafel gemaakt heeft. Samen met mij. Hij heeft meeste werk hoor. Ik ben niet zo handig. En die stond op zolder en ja, het was de bedoeling dat die opgehezen kon worden naar het plafond. Want ja, zo groot was het ook weer niet. En een beetje ruit op zolder houden is ook fijn. Dus, maar dat hout was zo zwaar, dat was er niet eens meer te tillen. Dus dat was al een gedachtenfoutje. Nou, weet je, en wil je trein maar gaan uitbreiden en dan krijg je eens een keertje een stukje rails voor een andere verjaardag. En nog een keertje een wagonnetje voor je volgende verjaardag. Ik dacht, voordat ik die baan compleet ben, ben ik al 50, zeg, als het zo moet gaan. Dus toen ben ik er ook mee gestopt. En jarenlang heeft die beginnerset van Märklin gewoon bij mij in huis gestaan. Ja, totdat ik een aantal jaar geleden ben begonnen met het kopen van treintjes vanuit Marktplaats. Want, wat ik al zei, iedereen deed ze weer weg, want niemand vond het leuk. Maar nu, je zal het geloven of niet, daar nou zijn treintjes opeens weer hartstikke populair. En hoe komt dat nou weer? Dat komt weer door de corona. Bizar. Nou wil iedereen weer treintjes hebben. Iedereen verveelt zich er aan bam. Dus dan denken ze, ik ga weer spelen. Ik ga weer treintjes maken. En we een treinbanen maken, leuk. Of dat blijft, weet ik niet hoor. Of mensen het zo blijven. Want als de corona voorbij is, dan dumpen ze de boel waarschijnlijk allemaal weer op de marktplaats. Maar dan ben ik als de kippen bij natuurlijk. Hè. Dan ga ik weer wat kopen. Maar nu is niet veel wat ik ook. Mensen zoeken alleen maar. Maar ja. Maar goed, wat ik eigenlijk wil zeggen, ik ben aan het opruimen. En het opruimen is toch de bedoeling dat ik op een gegeven moment een stukje op mijn zolder vrij kan maken. En dat ik toch een baantje neer kan leggen. En dan hoeft het helemaal geen mooie baan te zijn met bergen en dergelijke. Nee, ik wil gewoon een stukje hebben waar ik met een aantal spoortjes gewoon een beetje kan rijden met mijn treintjes. Want kijk, als het allemaal in de vitrinekast staat, dat is wel leuk en mooi om te zien. Maar het heeft toch ook iets om het te zien rijden.
Ik weet niet of het er echt van gaat komen, maar ik ben gewoon begonnen. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb van een heleboel rails die ik had, heb ik gewoon wat stukjes eruit gehaald en dacht, je weet je wat, ik ga gewoon op de grond, op de vloer alvast een baantje maken. Gewoon een beetje spelen, een beetje pielen. Misschien denk ik wel van, vind er eigenlijk toch helemaal niks aan, kinderachtig gedoe, dan laat ik het weer. Maar ja, voor hetzelfde geld vind ik het toch wel leuk en dan moet ik toch echt verder met opruimen, want dan wil ik toch wel een baantje maken. Nou ja, of het gaat lukken, ik ben benieuwd. Nou ja, je ziet het, bakken vol met rails. Ja, heel veel tweedehands verkocht. Niet alles is mooi meer natuurlijk, dus ik moet het ook wel een beetje opknappen. De beste stukjes eruit zoeken. En dan maar even kijken hoe we dat kunnen gaan doen. Dus aan de achterkant van de zolder, dat is de bedoeling, achter het groene gordijn waar ik normaal altijd voor sta om mijn YouTube filmpjes te maken als ik wat greenscreen trucages wil doen. Daarachter heb ik nog een heel stuk zolder. En eigenlijk wil ik daar. Wow, dat gaat even niet goed met de kimbal. Eigenlijk wil ik daar een baantje maken. Nou, op de grond, zei ik al, heb ik een stukje neergelegd. En weet je, het leukste van een treinbaan maken, dat is eigenlijk het puzzelen. Het puzzelen om iets te maken, een baantje te maken. En dan nog goed aan kunnen sluiten ook. En dat is nog lastig hoor. Dat valt best wel tegen. Maar je ziet, toch een aardig stukje op de grond. En nou, gewoon leuk. En daar nog veel meer rails. Nou ja. Het zou dus mooi zijn als ik tegen de achterwand van de zolder aan deze kant. En het is ongeveer 4 meter breed. En als ik het dan 4 meter breed maak bij een meter diep. Dus zeg maar het kastje wat je daar ziet staan met die boekjes die erin liggen. Die er plat liggen. Ja, dat zou best wel tot aan deze kant helemaal. Zeg maar tot aan het bruine kastje met die witte knop. Een mooie treintafel kunnen worden. Maar goed, ik ga het allemaal nog wel zien. Ik weet het nog niet zeker. Ik merk het wel. Maar ik heb me wel voorgenomen om niet weer heel veel spullen te gaan kopen. Ik wil het een beetje opbouwen met wat ik al heb. Want ja, stel je voor wat ik al zei. Ik vind het toch niet leuk. Dan heb je weer een hoop geld uitgegeven. Paar dingetjes. Zoals jullie waarschijnlijk wel gezien hebben in de vitrinekast, heb ik daar ook een paar hele mooie treinstellen staan. Van die, wat ik al zei, die hondenkoppen, die gele, die we allemaal wel kennen, waar we allemaal een keer in gezeten. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste treinstel wat er bestaat. Niet alleen in Nederland, maar internationaal vind ik echt een heel bijzonder ding. Ik weet niet waarom, maar het is echt, het is apart. Het is gewoon een apart ding. En nergens zie je zoiets. Het is heel bijzonder. Nou, die heb je natuurlijk in het geel. Sommige mensen kennen hem ook nog wel in het groen. Maar hij is er bijvoorbeeld ook in het rood geweest. Nou, die heb ik nog niet. Die hoop ik nog een keertje tegen te komen. Alleen laatst kwam ik hem in het blauw tegen. En die blauwe, die heeft ook in Nederland gereden. Maar ook in België, Luxemburg. Hij hoort tot de Benelux-lijn. Maar hij rijdt er niet meer. Maar ik heb hem besteld. En ik kon hem goedkoop op de kop tikken. Niet digitaal, wel digitaal voorbereid, maar gewoon voor wat ik heb, een analoge baan. De digitale, dat hoeft voor mij niet. Dat is weer extra geld en te technisch. En ik ben helemaal niet technisch. Het moet simpel blijven, toch? Nou, die heb ik gekocht en die is vandaag is die geleverd. En ik ga hem jullie even laten zien. Nou, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien, maar dit is hem dan. Een blauwe hondenkop. De Benelux uitvoering. Prachtig, prachtig. En helemaal nieuw, hè? Niet tweedehands. Ik kon hem, zei ik al, voor een prikje op de kop kopen, of op de kop tikken. En ja, die kon gewoon in de vitrinekast staan. Die kon natuurlijk in het rijtje bij deze jongens, zeg maar. Daar staan de gele hondenkoppen en daar zie je ook die groene staan. Ah, dat vind ik nou leuk. Ja, weet je, een man mag toch een hobby hebben. Toch? En deze is onschuldig, laten we eerlijk wezen. Toch? Nou, dat zijn dus eventjes mijn plannen voor de komende tijd. En ja, wat ik al zei, of het er echt van gaat komen. En ik heb geen idee natuurlijk. Ik heb geen idee. Maar ik zal jullie vast nog wel beelden ervan laten zien. Dus neem ik jullie een beetje mee in het proces. En ja, wie weet vinden jullie het zelf ook wel leuk om zoiets te gaan doen. Misschien heb je nog oude treintjes en denk je van... Ik verveel me rot. Ja, ik niet hoor. Maar als je er denkt, nou, ga een leuk baantje leggen, toch? Prima, toch? En denk je van, ik wil echt opruimen. Ik ben hier dat ze helemaal zat. Nou, dan weet ik nog wel een liefhebber. Die staat hier. Naast Claudia.
Anderhalve meter. Oh jeetje, oh god, oh god. Als ik ook de anderhalve meter afstand moet houden van mijn etalagepop. Ja, dan krijg ik nooit de ruimte die ik nodig heb op school natuurlijk, hè. Oh, problemen, problemen, problemen. Die corona, het is toch wat. Oh, oh, was het maar voorbij. Nou ja, in ieder geval zou ik zeggen, jongens, mensen allemaal, kijkers. Het is er niet voorbij, corona. Blijf op jezelf passen. En ik zie jullie de volgende keer weer. Tot ziens. Doei allemaal.